We zijn live op de kar van Sinterklaas. LOL. Ja, dag Sinterklaas. Ik zie dat. Dag LOL. Welkom in Nederland. Nou, dank u wel. Ja. Dit keer niet met de boot, Sinterklaas. Nee, dat heeft natuurlijk een reden. Ik moet u zeggen, Sinterklaas had graag met de boot aangekomen. Dat is ontzettend leuk als je daar bij het sportpark, daar op de parkeerterrein, staan al die kinderen. En dan word ik toch helemaal blij van binnen, Sinterklaas dat ziet. Maar net zoals in Spanje is er nog een ziekte. Klopt. En die heet corona. Ja, dat was vorig jaar hier ook al. Toen konden we ook niet aankomen. En Sinterklaas heeft natuurlijk contact met het Sinterklaascomité. Want die regelt dat allemaal voordat wij aankomen. Ja. Dat het allemaal in goede banen gaat. En nu is het... Dag lieve kinderen. Ik moet even zwaaien. Kom ik straks bij u terug. Sinterklaas, ja. Gaan we nog even verder. Hoe was uw reis? Hoe bent u hier naartoe gekomen? Dus... Nou, wij zijn wel natuurlijk per boot gekomen, want ja. We hebben ook veel cadeaus meegenomen. Tuurlijk. Maar goed, ik vertel net, wij hebben dan contact, en ook met de burgemeester, die zit hier naast mij. En toen hebben we toch maar besloten om niet bij de break aan te komen. Zoals gebruikelijk. Dat vond ik wel jammer, maar dat is nou eenmaal zo. Want wat is het, dan gaan de kinderen dicht bij elkaar met de... Papa's en de mama's en de opa's en de oma's. En dan zouden ze elkaar ziek kunnen maken. Ja. Nou, dat wil je. En zeker Sinterklaas wil dat niet natuurlijk. Nee, want u bent al zo oud, u mag niet ziek worden. Nou, maar ik wil ook niet dat de kinderen of de oma's en de opa's ziek worden. Muchísima voto. Aha. Y nosotros estamos contentos de estar aquí. El COVID. TV Sinterklaas. Ja, want vorig jaar konden we helaas niet komen in Moergestel. En dit jaar wel. En ik vroeg me eigenlijk af hoe het vindt om hier weer te zijn. Dank u wel. Fijn dat we hier weer kunnen zijn. Hoe was uw reis? Nou, moeizaam. Met al die coronabeestjes en die motor die... Het lijkt een beetje scherp, ja. Ja, het lukt het goed. We zijn live op Reeman.net. We zijn nu live op Reeman.net. Kijk nu eens. Piet, we zijn live. Zo stuk je van die dagen. Iedereen het is te klagen. Ga dan niet zitten. Ah,
zijn bezig met de auto en allerlei vervoermiddelen, maar het wordt echt een leuk feestje in Rijswijk. Lekker aan het uitdelen vandaag. Ja hoor, ja. Heb je nou je zin vandaag? Zeker. Wat doet die gekke Piet nou? Weet ik niet. Halverwege Hoorn draait de stoet zoals altijd. Mooier optredens kun je naast hebben. En is Sinterklaas ook een beetje blij met deze drumband? Ja, dat is geweldig. Dat een dwarpers Klooster Tillen nog zijn eigen drumband had. Dat is een stukje cultuur. Dat... Ja, jongen. Ik ga zo met ons spelen. Zou je daar zitten? Een feest dat nu begint. Wat we dansen voor de zin. Dit jaar moet een goede met veel zin. Zo vind ik wat ik zo goed. Ik ben van zin, ben thuis in het kinderlabyrinth. Ik vind het waren niet te houden in Odoorn. De een kroop vanuit het niks vanuit een dixie.